Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Dit is de Daily Minutes podcast. Het is 20 november 2019. Het is het bulletin van woensdag. Ja, het is weer een dag waar ik opnieuw heel erg hard moet werken. Harder dan mijn lief is. Ik denk dat ik 2/3 van het werk wat ik vandaag had moeten doen tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags heb gedaan. Dus ik heb niet zoveel puff meer. Dat soort slijtagedagen. Ik word er niet zo super moe van. Ik word wel slaperig soms, maar ik heb niet het gevoel dat ik moe ben. Maar het kost me wel mijn inspiratie die daar toch wel van slijt. Niet definitief hoor, maar op zo'n dag is het niet zo groot. Dus ik, hoewel gisteren het nog wel meeviel, de hoeveelheid tekst die ik uiteindelijk had ingesproken. Maar ja, over het algemeen werkt dat daar niet goed op uit. Als ik de podcast van gisteren terugluister, of was die van eergisteren? Nee, van gisteren was dat. Dan klonk ik ook wel erg moe en ten neergeslagen. Dat was wat erger dan dat ik me in werkelijkheid voelde, maar ik kon dat goed terug horen. Ik wil vandaag ook rustig aandoen, dus ik denk dat ik 2 delen van de historie van onze hobby hier achteraan plak. En ik zal eens even kijken wat ik... Ik doe vandaag in ieder geval geen data. Gisteren waren er niet heel veel luisteraars. Dus die kunnen best, de mensen die niet geweest zijn, die kunnen het best doen met de data van gisteren. Toen was het nogal veel. Wat heb ik nog meer? Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Wokka.be begint goed te lopen. Er is echt, ik weet niet of dat komt door wat ik hier gezegd heb. Of op andere, ik heb ook anderszins nog wel wat reclame ervoor gemaakt. Maar er is duidelijk een toename in het verkeer hier in Nederland. Op Wokka.be en Mastodon in het algemeen. Dus dat is echt wel heel leuk. Vandaag ging het over QRM Eliminators. Ja, ik sta daar nog steeds van te kijken. Er zijn ook wel SDR-oplossingen, maar ik vind zo'n klein kastje toch wel handig, besefte ik door die discussie eigenlijk. Bijvoorbeeld omdat ik allerlei apparaatjes heb waar ik wel graag mee speel. En de laatste tijd vooral met de mountaintopper. En ja, die mountaintopper die zou ik eigenlijk zonder die QRM Eliminator helemaal niet goed kunnen gebruiken. Ik zou dan zoveel storing hebben dat het apparaat niet voldoende goed werkt om er wat aan te hebben. En ja, met die QRM Eliminator heb ik een behoorlijk... Eigenlijk is er geen ruis aanwezig. De S-meter van de 817 die slaat er niet op uit. En de signalen zijn even hard. En ik hoor er wel een standje van gepruttel onderin. Maar echt hinderlijk is dat nauwelijks. Zeker als je bedenkt hoe erg het was. Dus ik heb me voorgenomen om voor die QRM Eliminators nog flink wat reclame te maken. Ik heb ook geprobeerd om ze in mijn webshop te kunnen aanbieden. Maar dat is niet helemaal geslaagd. Ik heb met de webshop het principe dat ik alleen dingen met een CE-keurmerk aanbied. En het lukt mij niet om aan een, een ding met een prijs die ik acceptabel vind te komen. Met alle certificeringen die ik op de webshop kan aanbieden. En ik wil eigenlijk niet zo ver gaan dat ik voor dit apparaat een uitzondering maak. Een alternatief zou nog zijn om een bouwpakket samen te stellen. Maar ja, dat is er ook al in Nederland. En die is niet heel duur, moet ik zeggen. Dus ik wacht het wel even af. Wie weet komt er nog vanzelf iets voorbij. En ik heb ook nog wel één ijzer in het vuur wat dat betreft. Dus misschien dat ik ze zelf wel kan aanbieden over een poosje. Het is in ieder geval een wonderapparaatje, wat mij betreft. Ik ben er echt wild enthousiast over. En ik heb zowel ding van Wimo heb ik, als ik heb ook een bouwpakketje liggen wat ik een keer in elkaar wil zetten.
En dan heb ik twee apparaten voor HF waar ik dit mee kan gebruiken. Dat is wel heel mooi. Ik wil er in ieder geval ook één op reserve hebben. Steven, voordat de dingen laat afweten in het weekend. Dan krijg ik helemaal ontwenningsverschijnselen omdat ik niet naar CW kan luisteren. Of ik dat op de web SDR moet doen. Dan kun je net zo goed naar Hamsfeer gaan. Nee, dat is niet helemaal hetzelfde. Eens even kijken. Is er nog nieuws van de WRC? Dat weet ik eigenlijk niet. Daar ga ik zo eens even naar zoeken. En ook of er andere nieuwtjes zijn. Ik heb net, dat is al een half uur geleden, een half uur lang op D-Star zitten praten. Dat wordt ook, af en toe is dat best leuk. Soms is het een hele dag stil, dan weet je niet hoe rustig het is. En dan ineens is het weer verschrikkelijk leuk. Ik vind D-Star nog steeds de leukste digitale mode. Ik ben wel een beetje bevooroordeeld, want de meeste wat ik gedaan heb daar, en ik heb ook de meeste spullen ervoor. Ik heb maar één DMR-apparaat en ik heb twee D-Star-apparaten. Ik vind D-Star eigenlijk wel het leukste, ook omdat er toch wel redelijk veel over techniek gesproken wordt. Met name hier in Nederland. Op een of andere manier, ik kan het ook niet uitleggen, maar goed, voor mij is het de leukste. Ja, nou ik het over D-Star heb, ik zie een D-Star-artikel. Hoezeer kan het per land verschillen? Hè? Engeland, daar meldt Southgate ARC dat de registraties voor D-Star, en dat is dan vast D-plus registraties als het in Engeland is, daar zijn 3000 mensen geregistreerd. Voor degene die D-Star niet kennen, er zijn drie manieren om D-Star repeaters met links aan elkaar te verbinden. D-Star, daar kun je heel veel mee. Er zijn allerlei alternatieve methodes en verschillende niveaus waarop dat kan. Maar in ieder geval, er zijn drie netwerken. En dat levert drie verschillende protocollen op en systemen van verbinden. En die reflectors die hebben allemaal een eigen naam. En DCS is het systeem wat in Duitsland bedacht is. Dat wordt wereldwijd flink gebruikt. Het is nu wat minder dan het was. D-plus is in Amerika bedacht. In Japan wilden ze aanvankelijk helemaal niets weten van gekoppelde repeaters. Daar werkte het op een andere manier. En het werd zelfs geboycott daar grootschalig. Maar tegenwoordig zijn ze daar wat ruimdenkender over. Maar het systeem wordt toch vooral in Amerika gebruikt. En dat is D-plus. En dan heb je nog die D-plus, die repeaters, of die reflectors beginnen met REF, REF. En dan heb je nog XRF. En XRF, dat zijn reflectors die niet in een netwerk zitten. En het voordeel daarvan is dat je je dus niet hoeft te registreren. Dus de cijfers, hoeveel mensen in Nederland geregistreerd staan, daar heb je niets aan. Want er zijn ongetwijfeld mensen geregistreerd, maar het is niet verplicht om je te registreren. Dus het zegt niets om over, tenminste als je binnen Nederland wil werken, of binnen dat XRF-systeem wat wel wereldwijd werkt. Maar alleen als je naar ik geloof dat het daar 60% is wat D-plus is. En dan 25% XRF en nog de rest DCS, denk ik, en de VS, zo uit mijn hoofd. Maar dus je kunt wel naar het buitenland ook vanaf ongeregistreerd XRF. DCS hebben ze al een lange tijd. DCS is eigenlijk ook opgezet omdat ze tegen dat registratiesysteem waren. Dat is nog wel pikant om te vertellen. En dus hoefden daar alleen de repeaters geregistreerd te worden. Daar kan ik wel wat inzien. Maar goed, op een gegeven moment is daar het hele bestuur eruit gewerkt. En één meneer die bleef toen nog over. Eruit gewerkt is ook zo onaardig, maar ja, het is wel wat er gebeurde. er bleef dus één meneer over. En die heeft vervolgens een registratiesysteem ingevoerd. Maar uiteindelijk werkt dat nu zo dat als je bij DMR geregistreerd bent, dan is die registratie ook geldig voor het DCS-systeem van reflectors. Maar goed, in ieder geval zo'n bericht als in Engeland dat er 3000 registraties zijn en dat er jubelend over gedaan wordt, dat is in Nederland niet mogelijk, want de reflectors hier, ja, die kennen geen registratie. En ik moet ook zeggen dat ik daar enigszins de hand in gehad heb dat dat zo gebeurd is. Maar dat was niet mijn bedoeling waarom ik me ermee bemoeide, maar het werkte dus uiteindelijk wel zo uit. En het had niet, wat mij betreft, ook niet beter kunnen lukken. Want ik heb echt een grote hekel aan systemen waar een centrale registratie is in de amateurwereld. Want amateurs verschillen verschrikkelijk. En sommige amateurs die aan de knoppen zitten, die zijn wel eens wat onverdraagzaam tegenover bepaalde dingen. Maar meer zeg ik daar niet over. Maar het was wel een opmerkelijk bericht. Het staat overigens op southgatearc.org. Maar ik zie daar niks van de WRC, dus ik ga nog eens even verder zoeken. Ik heb trouwens vandaag, ik heb niet veel inspiratie. Maar ik heb vandaag al 4 andere uitzendingen ingesproken, jawel. Elke week tot 15 december aan toe heb ik ze nu klaar.
Want ik miste wel eens een deadline. Ik denk, nou, ik zal jullie krijgen. Er zit toch weer actualiteit in. Dus ik maak ze gewoon van tevoren. En tot bijna de kerstdagen dus. Hè. En dan moet ik pas weer. Nou, Hulde voor de Veron, die hebben op hun website behoorlijk wat informatie staan over voortgang. De agenda voor WRC 23, dus die in 2023 georganiseerd wordt over 4 jaar, dat is nog niet vastgesteld. Dat is enigszins griezelig, want daar zou dat 2 meter voorstel opnieuw kunnen opduiken. Niet dat dat heel waarschijnlijk is, maar het is ook niet uitgesloten. Over 50 megahertz is het nog pikant en dat geeft een beetje aan wat, in hoeverre, of ja, hoe dit soort dingen gaan. Er was dus een compromis bereikt vorige week en daar was iedereen enthousiast over. Volgens mij was dat er 2 megahertz primair zou komen, maar helemaal zeker weet ik dat niet. Maar dat is wat het laatste wat mij bijstaat. Echter, er is politieke commotie ontstaan doordat er in een voetnoot een land in het nabije oosten is opgenomen. En die is geen volledig ITU-lid. En daardoor ontstond er politieke commotie. En nu moet er opnieuw over dat voorstel vergaderd worden en moet dat vastgesteld worden. En daarbij is er natuurlijk opnieuw enige onzekerheid over iets wat eigenlijk al besloten was. Ja, als ik het goed begrijp, dan wil de IARU, dat is dus de Internationale Organisatie van Zendamateurverenigingen, die hier toch wel een grote vinger in de pap heeft, die vinden het niet nodig dat er over 23 centimeter besloten wordt of wat ook. Zij vinden het belangrijk dat er een onderzoek is naar hoe erg is die storing van de amateurs op Galileo nou echt. En hebben zoiets van, nou, als wij de amateurs aanbevelingen doen, dan zou dat best wel eens voldoende kunnen zijn. En ik denk dat ze daar een beetje op inzetten. Op zich lijkt dat niet helemaal onverstandig, als ik dat, voor zover ik dat kan beoordelen. Dus wie weet levert dat wat op. Het kan natuurlijk ook uiteindelijk wel alsnog een verbod opleveren in 2023. Maar als de zaak hiermee gesust kan worden en er treedt inderdaad geen storing op en uit dat onderzoek komen wat gunstige dingen, ja, dan zou 23 centimeter gewoon kunnen blijven, hè? Dus dat is op zich denk ik dat niet een negatieve ontwikkeling is. Nou, voor de rest is er niet zo heel veel over te melden. Die staat begint weer te pruttelen trouwens, ik weet niet of het te horen is. Het piepje zal vast wel doorkomen. De WC die duurt overigens tot morgenmiddag, dat is de 21ste. En dan is het alweer voorbij. En het artikel wat ik net aanhaalde van de Veron staat op www.veron.nl. En dat was van gisteren de 19e. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over 2 belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby. Namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM-repeaters. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna 5 maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als VARA en AVRO al sinds de jaren 20 iets waar ook het, zeg maar, gewone volk zich mee bezig hield. Het centamateurisme was zeker in die begindagen iets van, zeg maar, de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tandarts van de koningin maakte deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat 2 verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulten begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27MC'ers die wilden helemaal niet op de D-kanalen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden met hun door Van Hulten als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie.
Die situatie werd pas 5 jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam, toen nog bekend als Nelly Smit-Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld, die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27 MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen, die vanwege hun eerdere interesse voor 27 MC vanwege het verbod via de D de hobby binnenstroomde, zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen, waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Leuke uitzending zeg. Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27MC-bakjes, maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkten. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren nog door een aantal op 70 MHz in de UK, moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd, waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het onpraktisch om heel veel kristallen te hebben, zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkte en bij een CQ dan aankondigde met de mededeling en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DISTA-systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. Deel 17 van de historie van onze hobby. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D-kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70, in het jaar 1979, vond de WARC plaats, de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen 3 banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen, als ik me goed herinner, kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CW. QSO's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt.
Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurcall was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen, die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid, die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de call van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde gold voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen, namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis, maar de telexvergunning kostte voor zowel zend- als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar 1 jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af. De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mike 3, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepeninzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het IJzeren Gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen. In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden te dagen toch niet zo heel erg ver meer. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio.
communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefrontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Elektron kijken of Dikars CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 News. ブイヤの専門家として 私は金曜日の夜にPA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する PA00 News-følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.